Ik ben Anne, foodblogger op annetravelfoodie.com en ik sta hier in Bibliotheek De Lokhal bij het Food Lab, want het is dag van het werken en leren en ik heb uitgezocht of er eten is dat invloed heeft op je werk- en leerprestaties. Dus bestaat er zoiets als brain food? Helpt kauwgom kauwen bij je examen? En is er iets dat je kan eten om je stress voor een sollicitatiegesprek te verminderen? De eerste is walnoten. Je hebt er misschien wel eens van gehoord dat het echt brain food zou zijn. En ze zien er ook wel een beetje uit als hersenen. Maar helpt het nou echt? Nou, ongezouten noten zijn sowieso een gezonde snack, want ze zijn een goede bron van proteïne en goede vetten. Maar er is inderdaad een studie geweest op de Universiteit van Californië die een verband aantoonde tussen een hoge walnotenconsumptie en verbeterde cognitieve prestaties. Dat komt omdat in walnoten een omega-3 vetzuur zit dat ALA heet. En dat is goed voor je bloedsomloop en je bloedvaten. En dat is dus zowel goed voor je hart als voor je hersenen. Ten tweede, koolhydraten. Wil jij beter worden in je sport of heb je een baan waar veel fysieke inspanning bij nodig is, dan zijn koolhydraten heel belangrijk. De meeste sporters zijn heel erg gericht op proteïne, maar voor je de inspanning levert zijn juist koolhydraten van belang. Tijdens een fysieke inspanning verbrand je namelijk vetten en koolhydraten. Nou, de meeste mensen hebben nog wel genoeg vetten op voorraad, maar koolhydraten heb je over het algemeen maar op voorraad voor een inspanning van 45 tot 90 minuten. Ga je dus langer dan 1,5 uur een fysieke inspanning leveren, dan is het belangrijk dat je een paar uur tot een paar dagen van tevoren genoeg koolhydraten eet. Probeer die niet uit suikerhoudende producten te halen, want dan kun je weer aankomen. Maar volkoren brood en volkoren pasta is dan een goede optie. In het boek Eet als een atleet kun je nog veel meer informatie vinden over koolhydraten en andere voeding die je als sporter juist moet gebruiken. Wist je trouwens dat koolhydraten niet alleen goed zijn voor je lichaam, maar ook voor je hersenen? Je hersenen kunnen zelfs niet zonder glucose en dat is weer een koolhydraat. Ten derde, ontbijt. Zorg ervoor dat als je een assessment of een examen hebt, dat je die niet op een lege maag maakt. Eet van tevoren dus een boterham of een stuk banaan. Sowieso is het goed om te ontbijten. Als je wakker wordt, heeft je lichaam namelijk al 1 uur of 10 niets gegeten, terwijl het wel energie nodig heeft voor alle basisfuncties en dus ook voor je hersenen. Ontbijt is namelijk ook meteen een mooi moment om alvast wat goeds toe te voegen aan je lichaam. Zo kan je ontbijt al bestaan met calcium, vitamine A, vitamine B, foliumzuur en natuurlijk vezels. Een gezond ontbijt bestaat uit volkoren boterhammen, muesli, halfvolle zuivel, een stukje fruit. Zo kun jij de dag goed beginnen. Koffie en thee. Koffie en thee bevatten cafeïne en dat is goed voor je alertheid. Neem dus gerust een kopje voor een belangrijke presentatie of als je een andere reden hebt om goed op te moeten letten. Ben je jonger dan 18, neem dan maximaal 1 kopje koffie per dag. Ben je volwassen, mag je gerust 3 tot 5 per dag nemen. Ik ben zelf meer van de thee. Volgens de traditionele Chinese kruidengeneeskunde helpt thee niet alleen om je vochtbalans op peil te houden, maar zijn er ook andere voordelen. Zo zou zoethoutthee helpen om je stressniveau te verminderen. En thee van gisanten zou helpen om je slaap te bevorderen. Dus dat is fijn om te doen na een stressvolle dag. Ten vijfde, kauwgom. Je hebt het misschien wel eens gehoord dat kauwgom kauwen zou helpen tijdens je examen. Het schijnt ook echt zo te zijn. Het is wel een kortdurig effect, dus het is alleen zolang je nog aan het kauwen bent. Dus voor een examen van 1,5 uur is het misschien wat lang, maar voor een kort examen zou je het kunnen proberen. Het schijnt overigens niet per se aan de kauwgom zelf te liggen, maar meer aan de kauwbeweging. Daardoor blijf je natuurlijk wel actief. En als laatste, water. Water helpt om je vochtbalans op peil te houden en om je beter te kunnen concentreren. Zorg dus dat je voldoende water drinkt. Vind je water drinken nou een beetje saai? Voeg dan iets toe, zoals bijvoorbeeld sliertjes komkommer, citroen, munt of een beetje fruit. Of brain food dus echt bestaat, daar zijn wetenschappers het nog niet helemaal over eens. Maar hopelijk heb je in dit filmpje wel voldoende tips gekregen om je leerproces wat aangenamer te maken en je werkprestaties te verbeteren.